Maar eerst naar jou, Frank. Een jongensdroom voor een van de spelers van Gibraltar. Nou, zeg dat wel. Dit is echt een waanzinnig verhaal. Anderhalf jaar geleden voetbalde hij nog op een knollenveldje in het Groningse Sappemeer bij de derde klasse VVHSC. Maar vanavond staat hij misschien wel oog in oog met Memphis Depay, Jorginho Wijnaldum, Virgil van Dijk. Het gaat om deze jongen, de 22-jarige Niels Hartman. Spelend voor de nationale ploeg van Gibraltar. Hij is geboren hier in Nederland, in het Zuid-Hollandse Schoonhoven. Maar al op zeer jonge leeftijd voor het werk van zijn vader is hij naar Spanje verhuisd. Uiteindelijk ging hij zelf op zijn 12e in Gibraltar Engels studeren. Wist daar dus een Gibraltarees paspoort te bemachtigen. En blijkt dan ook nog eens een potje te kunnen ballen. Die dus mogelijk vanavond zelfs wel oog in oog met Oranje. Hans Nijland is voormalig directeur van FC Groningen. En is dat nu bij VVHSC. Hij wist Niels Hartman naar die club toe te halen. Meneer Nijland, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft oog voor talent. Nou, dat is ook wel een beetje toeval hoor. Ik was in Estepona in Spanje. En daar kwam ik de vader van Niels tegen. Die vertelde mij dat zijn zoon heel aardig kon voetballen. Nou, ik ben het toen eens gaan zien. En ik moet eerlijk zeggen, vaak heb je dan van die vaders die redelijk pochen over de zoon. Maar dit was inderdaad het geval. Goede voetballer. En uiteindelijk ze zochten een stageplek. En ik heb toen voor Niels bemiddeld, dat is gelukt, bij de GasUnie in Groningen. En ik heb gezegd, het is leuk en aardig. Hè, we regelen voor jou een stageplek. Maar dat zou natuurlijk ook geweldig zijn dat jij bij onze club, de voetbalvereniging HSC in Sappemeer, hebben we geen knollenveld, maar een prachtig speelveld. Maar zou het mooi zijn als je bij onze club kon voetballen. En al dus geschieden. Ja, en vanavond dus mogelijk wel oog in oog met Oranje. U heeft goede contacten in de voetballerij. Het staat soms in de basiself, maar bijna nooit. Heeft u al die contacten alles gebruikt om een appje te sturen van hey, zet hem vanavond er toch wel in? Nee, ik had eerlijk gezegd een beetje gehoopt dat hij afgelopen vrijdag al minuten zou maken tegen Griekenland. Kijk, het is nog een jonge speler. Hij zit voor het eerst bij de nationale selectie. En ik denk eerlijk gezegd, ik ben uiteraard niet de bondscoach van Gibraltar, maar ik denk dat de kans toch wel reëel is dat Niels vanavond tegen Nederland een minuut zou gaan maken. Ja, en dat is voor hem zou het natuurlijk geweldig zijn. Al is het maar om inderdaad oog in oog met ook wel een beetje zijn Oranje te staan. Heeft u hem al een berichtje gestuurd eigenlijk? Succeswensen. Ja, ik heb uiteraard doorlopend contact met hem. Het was wel mooi. Hij werd eerst geselecteerd voor de voorlopige selectie van Gibraltar. En toen kreeg ik gelijk een berichtje van hem van voorzitter. Ik zit bij de voorlopige selectie. Nou, nu uiteindelijk bij de definitieve selectie. En dat is het. Het is een klein voetballand, dat is helder. En neemt niet weg als een jongen vanavond zou debuteren inderdaad. Ja, tegen het Nederlandse elftal. Mm-hmm. Dan zou dat meer dan geweldig zijn voor hem. Maar ook nog eens een keer voor de voetbalvereniging HC. En zo is dat. Van Sappemeer naar een volle kuip. Wat een prachtig verhaal. Hans Nijland is dat. Ja, het is natuurlijk een jongensdroom als je in Oranje mag spelen. Maar tegenspelen, dat is natuurlijk eigenlijk, komt ook al in de buurt, toch? Ja, het lijkt me ook heel heftig. Wat nou als je helemaal weggespeeld wordt? Ja, ja. Ja, maar dan heb je wel tegenover je gehad. Dat wel. Dat Hoe zal wel. Dat zijn voor hem vanavond, denk ik? Ja, dat is wel kicken, denk ik. Ja. Ja. Anne-Marie, ga je vanavond kijken en dan toch ook even letten op of Niels Hartman... Nou, dat er nog een Nederlander in het veld staat. Normaal gesproken kijk ik liever naar het drogen van verf in plaats van voetbal. Maar vanavond ga ik zo ernstig. Maar ja, nu speciaal hiervoor toch eventjes inschakelen. Even ja, en Barbara Barend die verwacht al op zijn minst 7-0 hè, voor Nederland. Dus wat dat betreft is het dan wel een leuke avond.